Ja, dat asielbeleid, vrienden, dat is toch werkelijk. Daar zijn ze nou al maanden en maanden zijn ze dus bezig over een zogenaamde nieuwe asielwet. Ja, nou. En nou zegt natuurlijk die achterban van de VVD, die leden, die zeggen van... Ja, maar dat willen we helemaal niet. Nee, want je gaat niet die gemeentes dwingen om mensen op te nemen. Dus maar überhaupt vinden ze dat helemaal niks, het hele asielbeleid. En dat is precies de fout van niet alleen de VVD, maar het hele kabinet. Ik bedoel, A, ze doen niks, dat is één... Geen daden, niks. Het is alleen maar dit, gewauwel, maar geen daden. Maar twee, en dat is nog erger, ze luisteren niet. Luisteren niet naar wat de mensen willen in het land. Ja, en dat hebben we in het verleden ook gezien. En toen kwam Pim Fortuyn op, ja natuurlijk. Want je luistert niet naar wat de mensen willen. De mensen willen gewoon geen nieuwe mensen in het land. Geen asielzoekers. Nul. Geen zin meer in. En dat hebben die VVD-leden, die hebben dat nu laten weten. Ja, aan de fractie. Die hebben gezegd, nee, jullie gaan niet meedoen aan die asielwet. Plus, die asielwet, dat slaat ook helemaal nergens op, beste vrienden. Want dat werkt alleen maar aan de achterkant. Ja, want iedereen heeft het erover... Over hoe je die asielzoekers moet opvangen en noem het allemaal maar op. Maar dan gaat het helemaal niet meer. Het gaat juist om de voorkant, beste vrienden. Voorkant, niet meer binnen laten komen. Daar gaat het om. Ja, maar daar hoor je niks over. Nee, en het gaat maar door. En er gebeurt maar niks. En intussen komen er maar mensen binnen. En die komen maar binnen. En dan gaan we daar weer een wetje maken voor de achterkant. Ja, maar nou hebben ze natuurlijk gezegd, die VVD-leden. Ja, maar het is veel te links, het hele beleid. Het gaat te veel mee met D66. En daar hebben ze geen zin meer in. Want jullie laten allemaal je kopjes hangen naar de kakelende. En daar, VVD is daar dus mee klaar. Nou, eindelijk een beetje tegenbeweging. Hoe serieus we dat moeten nemen, dat weten we ook niet. Want nu is Rutte, ja, die moet nu terugkomen. Rutte, die moet gewoon naar de fractie komen om zijn asielwetje een beetje goed te praten. Ja, ja, want die hele zwakke juffrouw, die Hermans, die fractievoorzitter. Ja, dit is natuurlijk te veel te licht voor dit hele gebeuren. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Nou goed, en zo zitten we nou. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld, neem nou eens een land als Denemarken. Dat kunnen wij toch ook, wat die Denen kunnen, dat moeten wij toch ook kunnen? Zo'n landje, de Denemarken, 5-6 miljoen inwoners, weet ik veel. En ja, dat moeten wij toch ook kunnen? En die zijn lang niet zo dichtbevolkt als wij. Wij zijn het tweede dichtbevolkte land van Europa, ja. En die Denen helemaal niet, want er wonen maar geloof ik 130 mensen per vierkante kilometer. Maar die Denen, ja, die hebben gezegd tegen de EU de mazzel. Wij tekenen niks en wij doen het op onze eigen manier. Nou, sinds wanneer kunnen wij het nou niet beter doen dan die Denen? Ik bedoel, wat stelt Denemarken nou voor, hè? Wij hebben het Rijksmuseum, we hebben Cruijff, we hebben Rembrandt, noem het maar op. Dat zijn wij, Nederland. En wat hebben zij? Legoland. Dat is het. Dat is Denemarken. En daar moeten wij het dan van verliezen. En die doen het dan slimmer dan wij. Daar word je toch achterlijk van? Ik bedoel, wat de Denen kunnen, kunnen wij toch ook? Gewoon niemand meer erin. Zo zijn die Denen. Komt niemand meer in. Punt. Klaar. In ieder geval bijna niemand meer in. En dat doen ze omdat ze gewoon lekker de ruimte willen houden met elkaar. Dat ze lekker ruim kunnen wonen. En twee, ze willen de cultuur, hun eigen gevoel van wij met elkaar in Denemarken. Dat willen ze behouden. Nou, hoe eenvoudig kan het zijn? En waarom doen wij dat dan niet, Nederland? Dat moeten wij dus ook doen. Punt. En dat kan gewoon. Gewoon, hup. Optreden en het gewoon doen. En dan niet meer aan de achterkant, niks achterkant, aan de voorkant. Aan de voorkant, beste vrienden. Daar gaat het om. Niemand er meer in.